Gang. Deze man wordt niet afgesloten. Boutersen wordt niet afgesloten, sowieso. Wat ik verwacht dat alles vreedzaam afloopt. Maar u ziet het zelf ook. Toen de politie bezig was te staken, hebben de burgers ook voor ze gestaan. Vandaag aan de dag worden de politie tegenover de burgers geplaatst. Dus ik vind zeg van, als jij Boutersen vandaag wil vonnissen, recht voor één, recht voor allen. Dan zou je die amnestiewet ook moeten intrekken voor Brunswijk. Want recht voor één, recht voor allen toch? En waarom trek ik niet voor Brunswijk in, maar wel voor Boutersen? De democratie van Suriname is gewoon stuk geslagen in één keer. En dat vind ik jammer. Die was een koning! Die was een king! Die was een koning! Bouter was koning, jongen! Bouter was koning! Nou, simpel gezegd is dus het vonnis dat bij verstek gewezen is, dat vonnis is bekrachtigd. Dus de veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf wegens het medeplegen van moord, dat is overeind. Waardoor dus de behandeling van de zaak in verzet nu is afgesloten. En zowel de verdediging als de auditeur militair de gelegenheid hebben om binnen 14 dagen in hoger beroep te gaan. Dus we hebben nog een lange weg te gaan in feite als we een hoger beroep krijgen? Nee, ik denk niet dat het een lange weg zal zijn. Je mag, maar dan denk ik gewoon logisch. En vanuitgaan dat als de heer Boutersen in de behandeling, bij de behandelingen in verzet zich op zijn zwijgerecht heeft beroepen, dat hij ook in het hoger beroep zich op zijn zwijgerecht zal beroepen. Ik zie geen reden om aan te nemen dat hij dan wel ineens verklaringen gaat afleggen. Dus ik verwacht dat het hoger beroep bijzonder snel zal zijn afgewikkeld. Er is geen gevangenneming gelast. Wat heb ik u vanmiddag net gezegd? Ik heb u gezegd, het gaat niet zo ver komen dat ze Boutersen gaan aanhouden. En het is wel wat gebeurd. Geen gevangenis. Dood, dood, dood! Ja, dood, dood, dood! Je bent het, dood, dood, dood! Ja, dood, dood, dood! Er is geen gevangenneming gelast. Nog niet? U mag zeggen nog niet ja, want u mag verwachten dat het uiteindelijk wel gebeurt natuurlijk. Na hoger beroep. Mogelijk na hoger beroep, mogelijk eerder. Dat is niet aan ons advocaten om te beoordelen.